Een idee voor een boek kan in hele kleine dingetjes beginnen. Iets wat je op straat ziet, iets wat ik meemaak op vakantie. En als het een goed idee is, dan blijft het hangen. En dan blijf ik erover doordenken. En dan schrijf ik het op in mijn schrift. En dan komen er steeds meer ideeën. Totdat ik denk, ja, dit is wel groot genoeg om echt een boek van te maken. Ik vind het zo lekker aan lezen dat je helemaal weg kan duiken in een andere wereld. En dat die wereld dan in je hoofd helemaal tot leven komt. Voor Spijkerzwijgen begon het idee bij de verhalen die mijn vader vroeger vertelde over toen hij klein was. Hij pestte vaak een zwaan. En op een dag was die zwaan, die was het zat. En die zat hem op te wachten op het dijkje waar hij altijd overheen moest fietsen. Die zwaan die gaf hem toen met zijn vleugel zo'n hengst dat hij met fietsen al in de sloot viel. Nou, dat vond ik altijd zo'n spannend verhaal. Dus ik dacht, volgens mij zijn er niet nog meer van die verhalen. En de beste en de mooiste verhalen, die heb ik gebruikt om Spijkerzwijgen te schrijven. Het moet een verhaal zijn waarvan je als kind zin krijgt om erin te duiken en om eraan te beginnen. Dus het moet spannend zijn of grappig of het liefst allebei. En als ik zoiets heb gevonden en ook de mensen om me heen van de uitgeverij bijvoorbeeld zien dat zitten, dan ga ik dat doen. Ik wens iedereen een hele leuke, bijzondere, toffe kinderboekenweek. Waarin je zoveel mogelijk leuke, nieuwe, spannende, rare, gekke, bijzondere, onthutsende en griezelige boeken mag lezen.